volgende deur. En dat is de noorddeur. Qua, ja, zo op het eerste gezicht lijkt die erg op de zuiddeur die we als eerste hebben behandeld. Het is ook dezelfde indeling. Alle voorstellingen staan opnieuw, zoals bij die zuiddeur, in een kader. En dat noem je de gotische vierpas. Het aardige is van deze deur, dat voor het maken ervan, voor het aanwijzen van de beeldhouwer, dat er een wedstrijd is uitgeroepen. En dat uiteindelijk die Berti die wedstrijd won, onder andere van Brunelleschi. En de oefenpanelen, de wedstrijdpanelen, die kun je zien in het Bargello. Dus kun je ze met elkaar vergelijken. En toen was de opdracht overigens het offer van Isaac. En die scène die keert op een late deur weer terug. Niet op deze deur, want de deur waar we nu naar kijken, dat is een deur met scènes uit het Nieuwe Testament. Dus het verhaal van Christus. Op de onderste 8 panelen, de onderste 2 rijen, daar staan schriftgeleerden en evangelisten. En het eigenlijke verhaal begint dan op ooghoogte. En ditmaal, anders dan bij de zuiddeur, is het zo dat het verhaal van links onderin naar rechts bovenin loopt. Dus van links naar rechts en dan telkens omhoog. Dat betekent dat de vroegste scènes die wij, denk ik, we allemaal kennen, ook als we niet elke week naar de kerk gaan, zich op ooghoogte bevinden. En daar is onder andere de Annunciatie, de verkondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Maria deinst een beetje terug, de engel, ondersteund door de aanvliegende God, komt haar vertellen dat ze zwanger zal worden van het kind van God. Daarnaast de scène van de geboorte, zeg maar de kerstscène, en zo verder kijkend eindig je uiteindelijk helemaal rechts bovenin. En dat is de scène van Pinksteren, dat de apostelen in tongen gaan spreken na de dood van Christus. En ook, dat zie je op de allerbovenste rand, zie je de kruisiging op de linkerdeur. Goed, die deuren van de Uberti die zijn uit het begin van de 15e eeuw. En we zullen nu even stoppen, want Elsa wil iets.